Mirek, wat gaan we nou weer doen? Ja, droog maken. Waarom dan? Heel die bus. Ja, we krijgen een nieuwe sticker van Koei Kreef. Die allernieuwste sticker? Ja. Oei, oei. Zo'n mooi bedrijf. Lekker plak. Wat een kleine stickertje. Er zitten anders al veel stickers op, man. Recht, Peter. Ja, Peter, wel recht plakken, hè? Je kijkt op een afstand. Mooi. Ik denk dat het mooi is. Ja, ook die stickers plakken, dat moet ook precies, hè? Ja, dat is precies makkelijk. Mag je dan leuk wel in, hè? Ja, mooi man. Nou, we zijn vandaag in Best. Het is voor mij doen we in ieder geval vroeg. Voor jou niet, denk ik. Met Peter van Rooij. Dit is hoe zo'n project vaak begint, hè? Ja. Ja, goed. Je hebt wel iets heel moois gemaakt, man. Ja, we zijn druk bezig. Man. Nou, dan gaan we. Laten we eens gaan kijken dan. Ja. We zijn wel, ik heb de foto's al gezien, maar. Ja, dat is ook mooi. Hè. Ja. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een auto verzet aan de EOS bent, dan is het een extra korting. Hoe langer je lid bent, hoe hoger. Hey Peter, ja. Dit is wel de eyecatcher van de vijver natuurlijk. Dit is echt de blikvanger. Had je dat van tevoren zo bedacht? Of, nee, ja, wel iets of wel uit de kant aan je opgehouden. Maar het is altijd het werk een beetje kijken van ja, waar dat je uitkomt. Eigenlijk. Ja, en hoeveel ton steen zit hier nou in? Om en bij de 24 ton. Oh. Keien, ja. Wow. Okay. Een paar grote van 800 kilo per stuk om en bij. Dus flink die jongens om op zijn plek te krijgen. Ja, het is wel heel, het is echt heel mooi geworden, man. Ja, heel natuurlijk. Echt heel natuurlijk erbij. Noem maar in of dat goed is gegaan. Aan de overkant komen. Ja, maar. Nou, hier de filterput. We hebben hier gekozen voor de Red Label Low Inline 2025. Dat ziet er netjes uit. En wat is de spaltijd dan? Dat is de pomp voor het vuilafvoer. Het riool zit aan de voorkant veel hoger. Dus we hebben een pomp moeten maken om het vuilwater af te voeren. Netjes. En hoeveel pompt die ongeveer rond in een uur? Ik denk 25.000. De ANP 20.000 en de ANP 10.000. En we hebben, dit is een korte lijn 63, dus die zal een heel eind aan zijn 20.000 moeten komen. En hier hebben we dan voor de waterval 50. Ja. Dus ja, dan heb je al wat meer druk voor iets zeggen. Ja. De schuifkranen van Valtera 110. Twee keer bodemdrain, één keer de schimmer. De trommel. Als dan wat 5 liter helix, kunnen we nog uitbreiden met 5 liter en 6, nog iets vierkante meter Japanse matten. Automatisch filsysteem. En twee keer de luchtpomp, één keer voor bewegend bed en
Weet je wat voor de bodem brengt, de luchtbodem brengt. Mirek, is goed gegaan een vijverbouw hier. Ja, natuurlijk. Ja, weer helemaal mooi afgeleverd. Ja. En weer een kooikeevijver, hè. En dan gaan we even... Nieuwe stukken plakken. Ja. Mooi man. Mooi. Mooi gedaan. Hey, bedankt.